Ja, nu staat hij heel hoog. Staat hij heel hoog? Ja. Daar gaat hij. En dan eitje erbij en dan heb je een whisky-eitje. Giorgio is student bij Leerhotel Het Klooster. De horeca is hem op het lijf geschreven. Elke keer heb je wel de uitdaging om mensen toch positief te gaan verrassen. Door het tekort aan personeel in de horeca is er werk genoeg voor de studenten, die op allerlei manieren vacatures toegeschoven krijgen. Ze komen in je mailbox. Ik heb zelfs thuis sollicitatiebrieven, of tenminste aanvragen gehad of ik daar kwam komen werken. En dat vond ik toch wel heel ver gaan. Hier is de instructiekeuken. Hier is eigenlijk het begin van het leren koken. Demi zit net als Giorgio in haar tweede jaar. Naast deze opleiding werkt ze in een pannenkoekenrestaurant. Ook zij krijgt volop extra werk aangeboden. Maar... Nou, ik vind wel dat je eigenlijk wel echt eerst een diploma moet hebben voor het mbo. Of je daarna nog gaat doorstuderen, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Of je gaat juist heel veel ervaring opdoen. Daar leer je ook, vind ik, heel veel van. Die ervaring doe je hierop. In de keuken, het restaurant en de hotelkamers leren studenten alle kneepjes van het vak. Maar het is best aantrekkelijk om te stoppen met school als je nu al een goede baan aangeboden krijgt. Toch is dat niet altijd een goed idee. Maak je school af. Altijd veel belangrijk om natuurlijk je school af te maken. En doe ervaring op hier op school, maar ook tijdens je stage. En kies dan de juiste plaats wat je leuk vindt. Of ga verder studeren, dat kan natuurlijk ook wel. Als het aan Giorgio ligt, wordt hij ooit manager van een restaurant. Zo te zien kun je daar later met een gerust hart een whisky-eindje bestellen. Ja, doe dat.